zinnen hier duurt betieden dreig, toch al de bewolking. Maar als die zinnen er ik bij weer, dan werd het gelijk warm en dan had je het gevoel of is het simmer. En toen moesten die buien nog komen. Joen en vannacht. Eerst nog een aantal pittige buien. Maar kon ze op tonger, hagel, windstitten. Ja, misschien ik wel oerlijst mooi wetter. En dus een waarschuwing nog hield niet voor iedereen op het dik. Maar ik iedereen op het wetter. Mocht men nog op het wetter wijzen. En dan de temperaturen vannacht zijn 13 graden. Geende bij de nacht wordt het gewoon droeg. De wind draait naar het zuidwesten, wordt krijftig onthut, krijft zuis ontzoon. Dus bloedt die waskoging, ik boeten de buien om voor de wettersport. En morgen komt er een nijgebied met buien vanuit het westen mooi oer. En het binnen buien met kans op tonger, de meest actieve buien in het watergebied en in de kustgebieden. Maar in de midden, ik wil weer zinnen en dan komen de droege perioden. Ik hoeveel er een bui mogelijk bloedt. De temperaturen monodai, sommige bij de zonnetje of de 18 graden hinnen en dan houdt het ik mooi op. De wind is sterk, krijftig onthut en komt uit het zuidwesten mooi. In buien nog altijd een kans op windstitten en dus bloedt er een waarschuwingssteen voor de wettersport. Dan het weekend, het zucht er net zo goed uit. Op sneeuw nog een redelijke dag, letter het ruimwetter, eerst nog eens even wat zinnen. Temperatuur is een zandje graden. Op sneeuw betieden ruin en dan kunnen er flink wat ruin vallen. Zandje graden. Op maandje, ik nog betieden ruin, zijn 16 graden. Maar ik denk dat het nou maandje alweer warmer wordt. En droeger, bij Matamon, maar weer even in het waarschijn.